Ik ben Ria Geboers. Ik woon in Ninoven, België. Ik ben eigenlijk al jaren moe. Ik heb tegen een burn-out aangezeten. En dan, als energetisch therapeut is dat natuurlijk helemaal geen interessant voorbeeld. Ik ben dan ook bij een ortomoleculair arts geweest. Ik ben daar eigenlijk redelijk bovenop gekomen, maar ik moest toch allerlei supplementen blijven nemen. En ik bleef toch moe. Ik bleef abnormaal moe. Ik werd geen enkele dag wakker dat ik uitgeslapen was en dacht... mijn poes heeft meer energie dan ik, blijkbaar. Nu niet meer, maar... Ik had geen enkele dag dat ik echt uitgerust was en wakker werd zoals je zou moeten wakker worden van yes, ik zie het hier zitten, alweer een nieuwe dag. En ja, men vond niks, dan ben ik uiteindelijk naar Patrick Beaumont geweest, dokter Beaumont. En die vond dat ik een spininversie nodig had en dat ik een serieuze stralingsbelasting had, dat dat het enige was wat het nog kon zijn. En dan heb ik Huub gecontacteerd. Hij is alles komen opmeten. Bleek wel dat onze woning, wij wonen in een grote boerderij, dat hier wel heel wat ook stralingsbelasting was. Niet alleen van de apparatuur en de wifi, maar van ook aardstraling. We hebben dan ook tegelijkertijd een spininversie gedaan en het was gewoon terug een nieuwe wereld waar we in kwamen. Vanaf de eerste dag, zaterdagochtend, was ik uitgeslapen, wonder boven wonder. Mijn man, die heeft sinds ik hem ken, dat is 17 jaar, heeft hij nooit, dat ik weet, een hele nacht achter elkaar, 8 uur achter elkaar, kunnen doorslapen. Die werd altijd wakker, 's morgens tussen 6 en 7 uur. En kon gewoon niet verder slapen, ook al was hij moe, hij kon niet verder slapen. En nu, sinds die spininversie en we die home shield natuurlijk in de woning hebben laten installeren, en ook de body shield die we bij ons houden, vooral als we aan de computer werken, is dat allemaal gedaan. Hij slaapt als een roos, 8, 9 uur, hij slaapt langer dan ik. En ik kan ook doorslapen. Hij kan zich beter terug concentreren. Dat heb ik ook. Ik dacht, ik word wat ouder. Hè. Zo denk je dat dan. Maar ik kan me ook terug beter concentreren. Ik ben uitgeslapen. Ik heb meer energie. Ik heb ook geen... Wij hadden vroeger, voor die spininversie en die home shield, deden wij stiekem soms een... we zijn zelfstandig. Wij werken van thuis uit. Deden wij een namiddagdutje om er even om de diep... eruit te krijgen. Dat is absoluut niet meer nodig. Dus wij zijn terug normaal in feite. Zoals het zou moeten zijn. Ook rustiger, meer geaard. Vooral mijn man, die had een continue ondertoon van een soort stress, ontevredenheid, een onrust. Zo nooit echt rustig bij jezelf. En dat is ook allemaal weg. Plus, wij gaan regelmatig op reis met het vliegtuig. En dan duurde het altijd wel even, niet omwille van de jetlag, maar om terug zo bovenop te komen. Na die airco en al die stralingen in zo'n vliegtuig. En nu hebben we op aanraden van Huub... doen we het anders, spininversie voor we vertrekken op reis. Ja, niet voor een vliegtuig, voor een uurtje, dat zou het misschien beter doen, maar toch als het een langere reis is. Op voorhand een spininversie en als we terugkomen, onmiddellijk ook terug. En het wordt echt geminimaliseerd, de straling die we daarvan ondervonden hebben. Dus wij zijn zeer tevreden.